Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Mingho, Demi Kok en vrijwilligers van SWO Drimmelen nemen jonge mantelzorgers op 3 juni een dag mee naar de Efteling. Ze vertrekken vanaf het gemeentehuis in Malen om half tien in de ochtend met een bus naar de Efteling. Verzamelen om kwart over negen. In groepjes lopen ze dan door het park. Iedereen krijgt een lunchpakket mee en om 5 uur eind van de middag zijn ze weer terug in Maden. Meedoen is gratis, maar aanmelden is verplicht voor 14 mei via info.swhdrimmelen.nl of 0162 451894. En meld je op tijd aan, want vol is vol. Het aantal mensen dat de ziekte van Lyme oploopt na een tekenbeet is de afgelopen decennia fors gestegen. Klimaatverandering lijkt een rol te spelen, al is het voor wetenschappers ingewikkeld om uit te vogelen hoe dat precies zit. Elk jaar worden Nederlanders ongeveer anderhalf miljoen keer getroffen door een tekenbeet. De meeste mensen hebben daar geen last van, maar jaarlijks krijgen 27.000 mensen te maken met de ziekte van Lyme. Ruim duizend mensen houden daar langdurig klachten aan over. Wie in het groen is geweest, doet er goed aan altijd even een tekencheck te doen. Dat is, dat is de belangrijkste manier om besmetting met de ziekte van lijm en andere tekenziektes te voorkomen. Vind je een teek? Zet een pincet met een scherpe punt dicht op de huid en trek de teek recht omhoog eruit. Hoe langer een teek vastgezogen zit, hoe groter de kans op ziektes. Het is dus goed om de tekencheck direct na een bezoek aan de natuur te doen. Na de verlichte route tussen afgelopen Kerst en nieuwjaar in het gebied van Drimmelen, Made en Den Hout, kon men in de auto langs verlichte boerderijen, huizen, objecten en jachthavens rijden om de lichtjes in het donker te bekijken. Er was ook een voorjepot langs de route geplaatst, waarbij de organisatie een goed doel voor ogen had. Het opgehaalde bedrag gaven ze onlangs een bestemming. Op 25 april heeft zorgboerderij Levensvreugde van de familie van der Schriek Gelegen op de grens van Maden en Den Hout bij de Bromtolrotonde, het geld ontvangen. De teelt van frietaardappelen komt in de problemen door nieuwe Haagse stikstofregels. Op zand en lusgrond moeten de piepers zoveel worden gerooid dat er volgens sommige telers straks geen Nederlandse aardappelen meer zijn voor friet. Vanaf dit jaar moeten alle aardappelen voor 1 oktober van het land worden gehaald. Vanaf die datum moet een vanggewas zijn ingezaaid dat uitspoeling van stikstof naar het grondwater voorkomt. Van 16 tot en met 18 juni is het Mades Power Weekend weer op volle sterkte. Alle poolingfans vanuit heel Europa zijn van harte welkom. Met meer dan 60 verschillende klassen is het Mades Power Weekend de grootste tractorpoolingwedstrijd van Europa. Op de drie wedstrijdbanen komen de krachtigste machines op aarde voorbij. Naast het spektakel op de baan gaat het s'avonds helemaal los tijdens de pooling parties met verschillende artiesten en bands. Natuurlijk is er ook de powercamping waar je drie dagen lang bovenop de actie zit. De kaartverkoop is al gestart. Sinds 2008 zet de stichting Taxus Taxi. Zich in voor de strijd tegen kanker door middel van het inzamelen van taxensnoeisel, waarin een kankerhebbend medicijn zit. Helaas heeft de Stichting besloten de inzameling in 2023 over te slaan vanwege de nog steeds aanhoudende problemen bij verwerkingsbedrijven. Een belangrijk punt dat door de Stichting wordt aangehaald, is dat er op dit moment nog voldoende medicijn voorradig is. Het medicijn dat gewonnen wordt uit het taxensnoeisel is altijd in voldoende mate op voorraad. Dat er dit jaar geen inzameling plaatsvindt, heeft dus geen effect op de beschikbaarheid van het medicijn voor mensen die het nodig hebben. Echter, de voorraad is niet oneindig en daarom zal de inzameling in 2024 weer plaatsvinden. Voor meer informatie over de stichting en haar werk kunt u terecht op www.taxistaxi.nl. In acht jaar tijd 1500 woningen bouwen. Het is een stevige ambitie die de gemeente Drimmelen zich eind 2021 oplegde. Zeker omdat de makkelijke plekken een beetje op zijn, zoals wethouder Tim Simons zegt. Maar hij is optimistisch. Hij gelooft er echt in dat het gaat lukken. Ze kunnen dan ook flink meters maken met diverse plannen, zoals Rietlanden in de haven van Drimmelen, waar ruimte is voor 200 woningen. Made Oost 2 met 125 woningen en Vlashoek 3 in Lage Zwaluwe met ruim 100 woningen. Veehouders die buiten hun schuld om geen volledige vergunning hebben, krijgen vanaf het najaar voorrang bij de verdeling van stikstofruimte. Dat heeft het kabinet besloten. Minister van de Wal voor Natuur en Stikstof heeft aangekondigd dat zulke pasmelders vanaf begin oktober eerder aan de beurt zijn als er stikstofruimte vrijkomt. Het vorige kabinet gaf woningbouw en grote infrastructuurprojecten het eerste recht. Nu komen de vergunningsloze veeboeren vooraan te staan. Samen met enkele concrete woningbouwprojecten. Of ook veel Brabantse pasmelders gelegaliseerd kunnen worden, is ongewis. De provincie verstrekt immers tijdelijk geen stikstofvergunningen. Onduidelijk is nog hoe lang dat besluit overeind blijft, ook gelet op het feit dat het nieuwe provinciebestuur in de maak is. Zo'n 400 Brabantse veehouders zitten daardoor in de wachtkamer. Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En iedere week zijn wij ook te volgen op maandag en dinsdag om half elf en half twaalf ochtends op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u de volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel.